Eindelijk. Eindelijk naar China. Eerste wereldbeker. Van trainingskamp in Italië naar het Hartekind Gala in Den Haag naar de Amstel Gold Race in Valkenburg. Lekker veel reizen, lekker veel hotels. En morgen is Amstel Gold Race fietsen met Giant en Liv, onze sponsor. Ja, nu slapen. Doei. Zo, wij gaan de Amstel Gold Race Tour editie fietsen. Maar 150 kilometer. Ja, 150 kilometer. Yeah. Maar dat kunnen we natuurlijk gewoon zeggen. Yeah. Dit hebben wij verdiend na 70 kilometer. Zo! Het duurt wel heel lang. Is het goed vol, hè? Heel vol. 3, 2, 1. Dat is 1. Goedemorgen. Het is 30 september vandaag. En dat betekent dat morgen 1 oktober het seizoen echt gaat beginnen. De Invitation Cup is vrijdag, zaterdag, zondag, 1 tot en met 3 oktober. En er komen schaatsers uit Italië, Hongarije, Duitsland, België. Het wordt een mooie wedstrijd, maar voor ons Nederlanders is het super belangrijk, want het is onze plaatsingswedstrijd. Ja, die spanning begint al een beetje te komen, maar dat is goed, want dat heb je ook nodig om goed te presteren. Dus ik vind het niet erg, maar ik voel het wel. Het gaat wel lekker, dus ik heb wel vertrouwen in, maar toch ergens altijd wel een stukje onzekerheid, denk ik. Ik hoop dat het goed gaat. Vanmiddag nog even lekker het ijs op en daarna gaan we het hotel in. Moeten we een PCR-test en in quarantaine, totdat we de uitslag hebben. Dus daar merk je ook gewoon aan dat het echt gaat beginnen. Ik heb er wel zin in en ik vind het spannend. Maar het komt goed, ik hou jullie op de hoogte. Binnenkort reis ik dus naar China, morgen. En wat ik daarvoor doe om me daar goed op voor te bereiden, want daar moet ik natuurlijk presteren. Daar hebben we onze wereldbekers en we moeten ons plaatsen voor de Olympische Spelen. Dus ik moet daar top kunnen presteren. Maar we zitten daar opgesloten in een hotel. Ik kan niet naar de supermarkt. Supermarkten in China zijn natuurlijk sowieso anders. Maar je kan dus geen eten kopen. Je zit alleen maar op je kamer. En wat ik dus doe om me goed voor te bereiden voor mijn reis naar China zijn twee dingen. Het staat beide los van elkaar. Eén is voldoende eten meenemen. En ik ben nu mijn tas aan het inpakken. En ik zal even laten zien. Maar hij zit al helemaal vol. Met allemaal eten. Eiwitpoeder, zodat ik aan de goede eiwitten kom. We mogen daar geen vlees eten, omdat dat vervuild zou kunnen zijn. Dus we moeten veel eiwit meenemen. Heb ik eiwitpoeder en eiwitrepen. Sowieso ook repen om energie te krijgen. Dus repen met wat koolhydraten. We kunnen geen kwark eten, wat ik altijd 's avonds moet doen. Dus daar hebben we weer een ander eiwitpoeder voor nodig. Ik heb havermout mee. Deze repen, eiwitrepen, zien er echt heerlijk uit. Dat lijken net Snickers, maar het zijn eiwitrepen. Die dus zorgen dat ik goed herstel als ik niet genoeg vlees kan eten daar. Ik heb een hele pot met poeder mee wat in mijn bidon kan, suikers. Zodat ik voldoende energie heb tijdens de wedstrijd. En het tweede wat wij doen om ons voor te bereiden, het staat hier in mijn hotel al op de muur, lekker slapen, is zorgen dat we een beetje in de Chinese tijdzone komen. Het is daar 6 uur later dan hier. En normaal gesproken zouden we wat eerder erheen vliegen. Maar dat kan niet vanwege corona. Dus wat hebben wij gedaan deze week? Een heel programma waarin we iedere dag de tijd eigenlijk al een half uurtje opschuiven richting China.
Het is nu nog geen 2 uur 's middags. En over een uurtje kan ik al avondeten. Dus wij zitten in een heel ander ritme. We staan super vroeg op. Maar goed, dan is het in China, hoeven we nog maar 3 uurtjes te overbruggen. En dat lukt wel in die tijd. Dus als het goed is, gaat het ons een hoop energie schelen. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En dat betekent reisdag. Eindelijk naar China. Eerste wereldbeker. En ook meteen ons Olympische kwalificatietoernooi. Dus belangrijk en spannend en heel leuk om weer te racen. Dus ik heb zin om op reis te gaan. En ik weet ook dat wij bevoorrecht zijn om dit te mogen doen. En het is niet gemakkelijk om nu China in te komen. Dus er moest van alles geregeld worden. En het wordt allemaal voor ons gedaan bij de KNSB. Dus ja, daar hebben wij echt heel veel mazzel mee. Dat wij als atleten dat kunnen en mogen. En vandaag is de dag dat we erheen gaan. Dus ik probeer jullie een beetje op de hoogte te houden. Ik heb mijn ontbijt zo op. En ik ga zo eventjes naar buiten. Want dit is de laatste keer dat we sowieso in deze 24 uur, denk ik, dat we reizen, naar buiten kunnen. En in Azië mogen we volgens mij ook niet zomaar naar buiten. Dus even van genieten nog, ook al is het donker. Maar even lekker naar buiten. Uur later zijn wij in Frank. Oh. Alle koffers nu inchecken en allemaal QR-codes laten zien, paspoort laten zien, alles wordt gecheckt. Oh, je moet met je code naar voren. Helemaal leeg. Is hier niemand behalve wij? En de mensen in witte pakjes die ons testen en stewardessen. Oké, thank you. Helemaal niemand hier. Echt bizar. Wow, er zijn echt allemaal mensen klaar. Ze lopen hier wel naar buiten. Ja, dat zou wel chill zijn. Ik zit in de bus en ik ben als enige van het team er doorheen. Dus ik voel me een beetje eenzaam. Wel met de Polen. Ik heb mijn... ik zal het zo laten zien. Ik heb mijn koffers uit moeten zoeken. En in een... Die gaan in een grote laadbak. En wij zitten dus in een bus. En ik hoop wel dat mijn teamgenootjes nog gaan komen. Want ik voel me een beetje afgezonderd. Het is wel raar allemaal.